Nog even en de witte strepen zijn terug op het fietspad langs de Norgervaart. Vanaf vandaag zet de provincie Drenthe nieuwe strepen en gedeputeerde Brink mag de eerste verf aanbrengen. De reflecterende strepen worden aangebracht in een zogeheten 1-2-markering. Dat betekent dat de strepen een meter lang zijn met tussenruimte van 2 meter. Maar ja, je hebt naar verhouding iets meer strepen op het fietspad. En omdat die reflecterend is, is dat natuurlijk ook nieuw. Vroeger had je gewoon de verfstreep en nu liggen er glaspareltjes in. En ook de fietsers juichen het toe. Nou, geweldig. Ik bedoel, dat is allemaal voor de veiligheid. Vooral als het slecht weer is met regen en zo. Dan is het natuurlijk heel fijn dat je, nou, dat je goed kunt zien waar je moet fietsen. Een markering die reflecteert zeg maar, onder alle omstandigheden, dus ook bij regen. En die heeft zo'n speciale parel, dat is een Swarco, een onderdeel van Swarovski. De Swarovski steentjes hier op de weg? Ja, Swarovski steentjes op de weg. Dat zijn glasparels nog steeds, hè? Maar Swarovski is glas. Dat is beter zichtbaar. Nou ja, prima denk ik dan maar. Ja, kost het veel geld? Tussen de 400.000 en 500.000 euro. Deze glasparels zijn duurder dan een normale glasparel, maar daar heb je de reflectie weer voor terug. Dat moet je voor de veiligheid over hebben, toch? Lijkt mij. Ja. Gedeputeerde Brink controleert ondertussen zijn eigen strepen en ze zijn goedgekeurd. Hij heeft het uitstekend gedaan. De streep hoeft niet weer af, dus hij mag blijven zitten. Dus zo goed heeft hij het uiteraard gedaan. En dan gaan de mannen door, want in de loop van het jaar moeten alle Drentse fietspaden de nieuwe veiligere strepen hebben.